Door de vele wisselingen afgelopen zomer pakten Wouter Marinus en Rick Dekker het afgelopen half jaar hun kans bij PEC Zwolle. De beide middenvelders zijn sinds de zomer vaste krachten geworden en kijken ook zelf terug op een fijne periode. Ja, denk ik wel. In het begin de voorbereiding eigenlijk gelijk in de basis gekomen nadat er een aantal weggingen. Ja, vanaf de wedstrijd 1 gelijk alles gespeeld en toen een tijdje geblesseerd geraakt. Nu eigenlijk nog steeds op de goede weg terug en ja, nu op trainingskampen ben ik er weer bij. Maar ook mijn contract verlengd, dus ja, dat is ook hartstikke mooi. Is een soort van een soort beloning voor ja, hoe je het eigenlijk een half jaar gedaan hebt. En ja, dat is hartstikke mooi. Ik had voor het seizoen, in het begin van de voorbereiding, niet durven dromen om in de basis te staan. En dan vallen er veel jongens weg. Jesper ging weg, Mustafa die raakte geblesseerd. En toen op dat moment dat Mustafa geblesseerd raakte, toen keek ik en Rick die keek elkaar al aan van je weet niet wat er nog meer gaat gebeuren. Dus toen uiteindelijk de wedstrijd bij VVV. En toen kwam ik er zomaar in voor Rick, want die raakte geblesseerd. En toen ging het heel snel. Toen speelde ik ook tegen Cambuur en bleef ik staan. Dus ik kan terugkijken op een heel mooi half jaar. Maar het was wel een half jaar waarin er snel moest worden omgeschakeld van het niveau van Jong PEC Zwolle naar het niveau van de selectie. En dat was te merken voor beide heren. Ja, het was wat zwaarder natuurlijk. Ik heb vorig jaar bijna al mijn wedstrijden in de belofte gespeeld. En eigenlijk, daar kon je gewoon rustig meekomen, was je niet helemaal kapot na een wedstrijd. Ja, maar nu de eerste 2-3 wedstrijden had ik gewoon kram na, denk ik, 75 minuten. En dan merk je toch dat het wel een heel ander niveau is. Maar naarmate je meer wedstrijden gaat spelen, dan ga je daarin groeien. En op een gegeven moment speel je zelfs 3 wedstrijden in een week. En ja, op een gegeven moment kan je dat gewoon volhouden. De tweede helft tegen de Graafschap speelde ik goed. Ik kreeg ook complimenten van de trainer en ik maakte een goal. Dus dat was wel heel mooi om mee te maken. Ja, om dan zo snel mijn doelpunt te maken. Maar dat heeft niet echt. Ik denk dat het anders ook wel zo was gegaan. Ja, je bent een jonge jongen. Voel je dan ook de druk elke week dat je moet presteren? Omdat er ook natuurlijk mensen op de bank zitten die ook zomaar daar zouden kunnen spelen? Ja, die voel je wel ergens. Het is niet natuurlijk wel wat anders dan bij de belofte. Dat je je wedstrijdje speelt en dat je in de kijk moet spelen bij het eerste. Maar je moet nu gewoon echt presteren en als jij het niet doet, staat er wel iemand anders klaar. En die druk voel je wel een beetje, maar het is wel gezonde concurrentie, denk ik. Gezonde concurrentie voor Rick en Wouter. Op een middenveld dat sinds deze zomer heel anders staat dan het voorgaande seizoen. En beide heren zijn zeer tevreden over dat middenveld. Ja, met Rick Dekker heb ik gewoon een klik. Dat is vorig jaar al zo begonnen en dat is nu nog steeds zo. En Wassim erbij, dat was even wennen, omdat we Wassim niet echt kenden. We wisten niet wat voor voetballer dat precies was. En met Wout weet je gewoon dat hij heel veel ervaring heeft. En die hebben we vorig jaar natuurlijk ook al meegemaakt. Dus dat verliep op zich prima. En met Wassim, dat wordt steeds beter en beter. We beginnen elkaar steeds beter te leren kennen, dus dat is mooi. We stonden goed met Wouter en met Ben en daarna is Wassim erbij gekomen. Wout Brama nog, steeds wie er stond, dat liep goed. En ik denk dat we elkaar goed aanvulden, ook met Wouter. Ik heb natuurlijk vorig jaar altijd met hem gespeeld. Dus dan weet je eigenlijk al van elkaar wat je kan. En ik denk dat de trainer het ook prima neergezet heeft. Zo. Ja, samen met Wouter Marinus, die ook zijn kans heeft gepakt op het middenveld, was het speciaal dat jullie met z'n tweeën ook echt aan het begin van het seizoen samen een basisplek kregen? En... Ja, een beetje wel. Wat ik zeg, vorig jaar ben je eigenlijk altijd samen bij de belofte en dan is er weer een ander bij. Maar eigenlijk waren wij een beetje de vaste kern van het eerste dat met de belofte meedeed. Vorig jaar aardig wat wedstrijden samen gespeeld en het is nu mooi dat je de kans krijgt en dat we die dan ook pakken in het eerste elftal. Hoe is het samen spelen? Ja, ook leuk. Natuurlijk, wat ik zeg, je voelt elkaar aan, maar ook als Wouter scoort hebben we een dolletje. Als een leuke paas gegeven wordt hebben we een dolletje. En buiten het veld hebben we een klik en in het veld hebben we een klik. En dat is hartstikke leuk dat je ook in het voetbal zo een soort vrienden kan maken met veel mensen. Dat is ook wel leuk bij PEC Zwolle. Met de start van de tweede seizoenshelft voor de deur breekt er ook een periode aan voor Rick en Wouter, waarin zij hun goede spel uit de eerste seizoenshelft graag willen voortzetten. Ja, ik hoop voor mezelf natuurlijk dat ik gewoon, gewoon mijn plekje weer terug voorover. Waar ik dan niet gespeeld heb toen ik gepasseerd was. En daar is nu dit trainingskamp voor, om voor mezelf fit te worden en ook dat plekje weer terug te krijgen. En
ja, daarop voortbeduurend dat we gewoon met het team een goed seizoen gaan maken. En ja, zo hoog mogelijk proberen te eindigen. Ja, we moeten eigenlijk de lijn doorzetten die we vorig seizoen zijn begonnen. En ja, ik wil gewoon weer, laatste wedstrijd speelde ik niet en dat had ook te maken met blessures. En ik wil gewoon mijn basisplaats weer terug en ik wil veel gaan spelen. En ik hoop dat we met Zwolle gewoon voor het linkerrijtje kunnen gaan en dat we een mooie tweede seizoen zelf tegemoet gaan. Ik heb een aantal vragen via Twitter binnengekregen. Een van de vragen is waar jij jezelf ziet over 5 jaar. Waar ik mezelf zie over 5 jaar? Ik hoop bij een mooie club. Ik hoop eigenlijk dat het niet meer bij PEC Zwolle is. Want als ik hier over 5 jaar zit, wat niet heel erg zou zijn, maar dan heb je je niet zodanig ontwikkeld dat je een stap hogerop kan. En dat zou toch iedereen willen, denk ik. Dus ja, of dat een mooie club in Nederland zou zijn of in het buitenland, dat zover kijk ik eigenlijk nog niet vooruit. Maar het zou wel mooi zijn als ik stappen zou kunnen maken. Tweede vraag was, wat is je hoogtepunt tot nu toe in je carrière geweest? Ja, ik ben vorig jaar heb ik gedebuteerd Sparta Praag uit voor Zwolle. Nou, dat was sowieso mijn eerste hoogtepunt, dat je ja, je debuut maakt in betaald voetbal. En dan ook in de Europa League is ook wel iets speciaals, Sparta Praag uit. En ja, ik denk op dit moment toch dat je je contract verlengd hebt, loon en werken heb je gekregen. En ja, daar ben ik wel blij mee.